Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij weer een nieuw DNW Café. Zoals jullie zien zitten naast mij vandaag weer twee hooggeëerde gasten, mag ik wel zeggen. Aan mijn linkerzijde Ad Verbrugge en aan mijn rechterzijde Gabriël van den Brink. En zij zitten hier in de hoedanigheid als oprichters van de Filosofische School Nederland. En vanavond zullen wij het dan ook gaan hebben over onderwijs. Stel je vragen vooral in de chat, kijk met ons mee en bij deze alvast proziet. Proost. Heren, van harte welkom. Ja, leuk. Leuk dat jullie vandaag konden aanschuiven bij mij aan tafel in dit DNW Café. Om het te hebben over een belangrijk onderwerp, mag ik wel zeggen, onderwijs. Zeker. Zoals altijd richten wij ons tot de kijker en vragen wij hen vooral hun vragen in te dienen bij onze eigen Wouter Blukens en Martin beneden in de chat. Die komen naar ons bovendoor en dan gaan we daar samen over in gesprek. Maar daarvoor moet ik nog even vermelden dat wij hier niet helemaal willekeurig zitten vanavond, heren. Want er is ook nog een bijzondere boodschap mede te delen aan onze kijkers. Zeker. Ad? Ja. Ik geef het woord aan jou. Ja, op vrijdagmiddag 9 juni, dus over 2 weken, organiseert de Filosofische School een open middag om onze leergangen ook aan te bieden voor het publiek, om duidelijk te maken wat wij precies doen. We noemen het ook een denkborrel, hij is ook toegankelijk voor alumni en dat zijn er inmiddels aardig wat. Ik denk dat meer dan 100 mensen, ruim meer dan 100 mensen de afgelopen jaren onze leergangen hebben gevolgd. En dat zijn leergangen bestemd voor toch over het algemeen hoger management. Ja. Zowel bij de overheid als bedrijfsleven. Mensen die strategisch willen nadenken over wat er aan de hand is in de wereld. Wat er gebeurt rond technologie, wat er gebeurt rond maatschappelijke ongelijkheid. Wat er gebeurt rond de spanningen zoals we die ook nu in onze eigen samenleving op allerlei manieren tegenkomen. En hoe je die kunt begrijpen, wat de geschiedenis daarvan is, wat daar speelt. En we proberen dat toch op een filosofische wijze te duiden. En wat betekent dat voor het functioneren van de rechtsstaat? Wat betekent dat voor goed bestuur? Ja, het zijn echt strategische vraagstukken die raken aan de lijnen die je ook als overheid, maar ook binnen het bedrijfsleven wil uitzetten. Ja. En daar is een enorme behoefte aan op dit moment. En er komen die middag ook de nodige alumni die naar tevredenheid die leergang Wijsheid in tijden van transitie, want zo heet die, hebben gevolgd de afgelopen jaren. Dus mochten mensen op enige wijze interesse hebben om zo'n programma te volgen, kijk dan op onze site en kom naar die open dag over 2 weken, vrijdagmiddag 9 juni. Ja, precies. En dan, ik zal daar een kort verhaal houden. Gabriël zal ook spreken. Ik natuurlijk over de uitkomst van mijn boek, De Gezagscrisis. En voor de rest maken we gewoon kennis met elkaar en drinken we ook nog een borrel. Zoals dat dan vaak gebeurt op vrijdagmiddag. Dus, precies, dat hoort er wel bij. Ja. Vooral nu de zon weer een beetje begint te schijnen. Mensen kunnen kijken in de link die hier ook onder dit gesprek in de beschrijving staat. Dus daar kan je in elk geval via de website van FSN ook aanmelden. Dan kan je ook zien waar het is. Mensen die misschien verder nog vragen hebben, kunnen sowieso een mailtje sturen naar redactie@denieuwewereld.tv. En dan kunnen wij je eventueel van wat verdere informatie voorzien. Ja, en het zijn leergangen die je enigszins kunt vergelijken met wat bijvoorbeeld een Comenius aanbiedt. Ja. Athenas. Het zijn leergangen die wel behoorlijke investering vragen, waar je ook dagen met ons optrekt. Ja. En niet alleen met ons, we hebben een hele stal met heel interessante gastensprekers. En er wordt echt een lijn uitgezet, zodat je op een iets andere manier leert nadenken. Precies. Over de thema's die er vandaag de dag toe doen. Meer informatie over wat de leergang zelf behelst zal je dus ook op die avond verder nog kunnen horen. Dus heel leuk als je komt. Het is hier in Leiden bij Ars Emulé. Dus mensen die zich aangesproken voelen door dit idee, meld je vooral aan. Misschien leuk, want het gaat dus ook over wijsheid in tijden van transitie. Ja, misschien nog één ding, Willem. We zitten hier natuurlijk in de ruimte van de Filosofische School. Ja, dat is goed voor de kijkers ook. Omdat te weten. Misschien al te lang niet meer genoemd, maar het is mede dankzij de Filosofische School dat wij ooit
dit hebben kunnen opstarten. Deze verdiepende gesprekken hier kunnen inmiddels voeren. Staan we gelukkig op eigen benen als de nieuwe wereld. Maar de filosofische school is natuurlijk wel een dierbare partner. Exact. En, inmiddels kunnen wij natuurlijk veel danken aan onze kijkers die ons ook helpen om zelf het hoofd boven water te houden. Maar voordat wij jullie daarvoor konden inschakelen, zijn wij schatplichtig geweest lange tijd aan de filosofische school Nederland. Zeker. Dus leuk om even te vermelden dat dit alles hier dus ook eigenlijk min of meer dezelfde ruimte is als waar FSN veel van zijn leergangen organiseert. In ieder geval de organisatie ervan. We zitten op locatie. Mensen blijven er ook overnachten. Anders wordt het wel heel krap. Studio. Ja. Maar misschien leuk om daar iets over te hebben, want we zitten hier nu met beide organisatoren. Wijsheid in tijden van transitie. Jullie hebben op een zeker moment gedacht, onderwijs in Nederland, daar is ook iets mee aan de hand. Het is misschien goed om daar iets naast te zetten. Misschien mag ik dan me vooral eerst even tot jou richten, Gabriël. En iets zeggen over wat heeft jou ertoe bewogen om samen met Altus FSN op te zetten. En hoe kijk jij, dat is dan even de tweede vraag. Hoe kijk jij naar de staat van het onderwijs in Nederland momenteel? Ja, nou dat laatste is heel gemakkelijk te beantwoorden, want die is belabberd. En dat ben ik niet alleen van mening, dat is ook de inspectie van mening. Hmm. Dus daar kunnen we kort over zijn. De vraag is hoe dat komt en wat je eraan doet natuurlijk. Maar eerst eventjes wat algemener. Kijk, waarom samen met Ad die filosofische school zijn begonnen. Ik spreek voor mezelf. Ik heb me heel lang verdiept in de moderne samenleving. He, daar zitten we natuurlijk middenin. Wat is dat? Hoe moeten we dat begrijpen? Gaat dat goed? Gaat dat fout? En eerlijk gezegd heb ik lange tijd gedacht, zeker vanaf mijn studententijd, dat je dat moet bevorderen. Dus dat modernisering, dat in principe vooruitgang is. En van die gedachte ben ik gaandeweg steeds meer teruggekomen. En niet alleen omdat ik ouder word. Hè? Dat zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, oude man. Mm. Die gaat terug verlangen naar vroeger. Dat is niet alleen het geval. Er is ook in de samenleving echt iets gaande. Dat wil zeggen, die moderniteit loopt zo lekker niet meer. Sterker nog, de schaduwzijden van die moderniteit, die spoelen elke dag om ons heen. En die kun je ook benoemen. En ik noem drie dingen, want die zijn relevant voor het onderwijs zo dadelijk. Hè? Dus moderniteit zet heel erg in op vernieuwing en verandering en innovatie. Nou, in principe is natuurlijk innovatie prachtig, maar als je al het oude gewoon weggooit, ja, wat raak je dan kwijt? Hè? Dus misschien is behalve innovatie ook traditie interessant. Dat is één ding. Nou, tweede ding, moderniteit betekent dat je de menselijke gelijkwaardigheid heel serieus neemt. Dat is ook heel belangrijk, daar ben ik ook erg voor. Maar als je overal de gelijkheid gaat bevorderen, raak je ook iets kwijt. Namelijk een zeker besef van hiërarchie, bijvoorbeeld op het gebied van kennis, op het gebied van cultuur. En het derde is, bij moderniteit zijn we heel erg aan het rationaliseren. Hè? Als het rationeel ingericht worden, meetbaar, wetenschappelijk. Nou, ik ben natuurlijk erg voor de ratio, verdien ik ook mijn brood mee. Maar als je alleen maar rationaliseert, dan raak je, hè, dat voel je al wel aankomen, ook iets kwijt, namelijk het verband met meer gevoelsmatige dingen in het leven. Dus de schaduwzijde van de moderniteit, dan heb ik het nog niet eens over spanningen tussen rijk en arm of geopolitieke verhoudingen, is nog veel ingewikkelder, maar er zijn drie belangrijke nadelen van die moderniteit. En de laatste 10, 20 jaar zijn die voor iedereen voelbaar. En niet alleen van buiten, in de zin van dat je dat ziet gebeuren, maar je voelt het ook van binnen. Dat het leven zoals het is, voor veel mensen, niet spoort met hoe dat is ingericht. Nou, en dat heeft natuurlijk alles te maken met onderwijs, want onderwijs is helemaal meegegaan in rationaliseren, innoveren, iedereen gelijk, democratiseren. Hè? En de voorstanders daarvan, hè, dus de progressieve mensen, die zeggen, nou, die moderniteit is een stap voorwaarts, vooruitgang, we moeten dat verleden achter ons laten. Die zijn ervan overtuigd dat het alsmaar beter wordt. Oké, dat denken ze. De feiten en de ervaringen wijzen inmiddels uit dat het ingewikkelder is. Ik zeg ook niet dat je terug moet naar vroeger, dat kan helemaal niet. Maar er moet wel een andere balans gevonden worden. Nou, daar kunnen we het direct over hebben wat dat dan in het geval van onderwijs is. En om kort nog even terug te komen op jouw vraag. Dit soort overwegingen, we hebben mij ertoe gebracht te zeggen, nou, we moeten dat denken daarover, en dat is dus filosofisch denken, dat is groot denken, niet voor onszelf houden. We moeten dat ook gewoon delen met mensen die beslissingen nemen en die er vaak van overtuigd zijn, zeker in Nederland, dat het alleen maar beter wordt als je moderniseert. Zeg, nou vrienden, laten we het eens over hebben, want daar is wel wat meer over te zeggen. En zeker als je dat wat filosofisch wat meer diepgang kijkt. Nou, dat is een hele zinvolle exercitie volgens mij. Nou, en volgens mij merken jullie ook dat je ook echt aansluiting vindt bij mensen die duidelijk ook deze behoefte al lang voelen. En zich echt herkennen ook in wat jullie hier proberen te introduceren. Dus juist inderdaad meer de aandacht voor misschien
Waar komen we eigenlijk vandaan? Misschien voor het, hè, dus ik wil niet, het is pathetisch zeggen, het traditionele aspect, maar toch ook wel een beetje van de invloed van het geschiedelijke op onze manier van leven nu, het belang daarvan. En tegelijkertijd inderdaad, wat je zegt, ook het belang van zekere hiërarchieën. En natuurlijk hoe er ook wordt aangegeven dat ook bepaalde waarden intern zijn aan een bepaalde beroepseer. Of zo, jullie pakken natuurlijk die thema's te veel uit. Ik zal daar niet te veel op... Nou ja, misschien wel één ding, Willem. Kijk, de leergang heet, zoals gezegd, wijsheid in tijden van transitie. Gabriel benoemde een aantal aspecten van wat modernisering is. Ja. En daar ging natuurlijk ook het boek... dat ik destijds met Govert Buijs en Jelle van Baardewijk ook geschreven heb. Hè? Dus de modernisering als een project van bevrijding. Ja. Hè? Het goede leven in de vrije markt. Ja. En daar wezen we natuurlijk ook al op het ambiguë karakter van die modernisering. Hè? Ook langs verschillende assen. Hè? Wat doet het met het lichaam? Wat doet het met relaties? Ja. Wat doet het met instituties? Wat doet het met natuur? En wat doet het met de zin? Thematiek. Hè? Dat zijn eigenlijk vijf dimensies die je zou kunnen onderscheiden. Dat was de centrale thematiek in het goede leven in de vrije markt. Nou, had je nu, en wat Gabriel zegt, dus die traditie heeft natuurlijk ook, laten we zeggen, rond die dimensies een bepaald antwoord geformuleerd. Hè? Dus hoe gaan we? Wat zijn instituties? Wat is die natuur? En dat hoef je allemaal niet te zeggen, nou ja, dat is in beton gegoten en dat is de waarheid. Maar het idee is... Van vroeger was alles een vergissing, hè, wat Nietzsche zegt. Hè, dat is het credo van de laatste mens. Ja. Vroeger was alles een vergissing. Hè, dus dat is een absoluut geloof en het wordt alleen maar beter en we verliezen niets. Ja. Nou, en ik denk dat we langzamerhand nu ook merken, wacht even, ja, maar wellicht verliezen we ook iets uit het oog. Dus het is een confrontatie met traditie. Neem het feit dat ik Aristoteles regelmatig behandel. Nou, Gabriel... houdt zich al uitvoerig bezig met de geschiedenis van de mensheid en zelfs met het ontstaan van leven. Dus wat kun je vanuit die bronnen leren? Hè? Dus geschiedenis in een fysieke zin, maar ook in geestelijke zin. Hè? Zoals een Aristoteles of een Hegel of ook uit andere culturen. Wat hebben denkers daar gedacht? Dus dat is één. Dus je pakt die bronnen op om toch ergens... Ja, laten we zeggen, vraagstukken die nu spelen, om die op een andere manier te gaan bekijken. Omdat we ergens natuurlijk ook, wat Gabriel al aangaf, natuurlijk ook voelen dat we klem lopen. Of dat het, en dat is niet iets wat wij inderdaad alleen maar verzinnen. Nee, maar kijk nou gewoon naar onze overheid zelf en naar een aantal dossiers die er liggen. Neem de hele toeslagenaffaire. Ja, daar blijkt toch een bestuurscultuur te heersen. Mm. Nou, dat heeft te maken met de inrichting van de overheid. Heeft te maken met het gebruik van modellen, met modernisering. Zowel van bestuur als van sturingsideeën. Technologieën. Overigens zie je diezelfde thematiek weer terugkomen bij de stikstofcrisis. Nou, wijsheid is dan onder andere dat je op een gegeven moment ook oog krijgt. En niet alleen oog, maar ook voeling krijgt. Want dat is denk ik het bijzondere aan wijsheid. En vandaar niet voor niets verbinden we het ook met leven, levenswijsheid. Dus dat je een voeling houdt met wat er gaande is. Wat misschien de aspecten zijn die je vanuit één discipline ook uit het oog dreigt te verliezen. Dat is van oudsher natuurlijk ook iets wat de filosofie behoort te doen. Een meer holistische benadering van vraagstukken, waar je ook naar die grondslagen doorvraagt. Mooi, en dat is een beetje in tegen die maakbaarheidsgedachte. Hè? Van de wereld bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En dat is één aspect. Hè? Die veranderingen die optreden nu, daarvoor is eigenlijk een ander kader nodig. En voor een deel kun je die dus ook in gesprek met die traditie, kun je die mede ontwikkelen. Want de vraag is natuurlijk, hoe gaan we ermee om? Ja. En wat gaan we doen de komende 10, 20 jaar? Ja, neem nu het optreden van een Remkes in dat boerendebat. Ja, iedereen prees hem. Maar dat had al te maken met, ook niet alleen met een zakelijke boodschap. Ja. Maar ook met, maak je contact. Verplaats je enigszins in degene om wie het gaat. Daar valt heel veel over op te merken. Maar dat zijn wel aspecten die bij ons ook in zo'n leergang
heel belangrijk zijn. Hè? Dus de taal, de manier van spreken, welke woorden gebruik je, ja. Welke toon sla je aan, maar ook ja, welke grondbegrippen hanteer je eigenlijk. Precies. Nee, het mooie natuurlijk aan de leergang, en dat gaf Gabriel zelf even al aan, dat eigenlijk min of meer jullie hele persoonlijke levenszoektocht precies op deze thema's is ook ergens vertaald in die leergangen. Mensen kunnen jullie daar dus ook in levende lijven raadplegen en jullie wijsheid daaruit putten om precies op dit soort vragen ook zichzelf een zekere vorm van oriëntatie te geven. Ja, het is een persoon, altijd ook een heel persoonlijk, maar we kijken echt ook naar die wereld. Hè. Het is niet persoonsvorming alleen, maar nee, altijd al wel van, laten we zeggen, van buiten naar binnen. Nou, het bruggetje waar ik meer naartoe was, is het mooie is, we zitten hier nu ook met een live publiek, dat ook nu al van jullie uitbundige en, ik wou zeggen, overtollig, maar dat is niet het juiste woord, maar jullie overvloed aan kennis hier nu al daarvan kunnen meegenieten. Dus misschien is het leuk om je nu even te richten tot de medewerkers in de kelder en te vragen, jongens, zijn er misschien al vragen ingediend voor dit heerschap? Precies op dit thema van onderwijs, waar ze dus ook al even kunnen in meedenken met onze kijkers. Zeker weten. Een vraag van Atelier Linti. Kan de heer Van den Brink iets specifieker zijn in aangeven wat hij als hoofdprobleem ziet? En wat volgens hem een richting naar een oplossing, /verbetering zou kunnen zijn? Ja, dat kan. En zal ik dat dan toespitsen op het onderwijs? Heel graag. Nou ja. Ja, want dat ligt voor de hand. Ja, dan eventjes de grondvraag van, Ad zei het al, ik hou me bezig met de hele lange mensheidsgeschiedenis, echt 2 miljoen jaar. En mensen hebben natuurlijk vroeger ook iets geleerd, want vroeger hakten we stenen en nu zitten we met een computer. Dus kennelijk heeft de mensheid iets geleerd. Nou, hoe komt dat leren nu tot stand? Daar zijn tegenwoordig allerlei theorieën over, maar ik hou mij altijd graag aan de feiten, dat wil zeggen de historische feiten. Hoe is dat nu feitelijk gegaan? Nou, het overgrote gedeelte van het onderwijs gaat over het feit dat een generatie die iets heeft meegemaakt, heeft uitgevonden, ervaring heeft opgedaan, dat doorgeeft aan de volgende generatie. En dat doorgeven, dat is dus letterlijk traditie. Hè? Traditie, dat woord komt van tradidere, doorgeven. Dus niet iets nieuws verzinnen, nee, de oude kennis, de oude ervaringen aan de nieuwe generatie ter beschikking stellen. En als het goed is, dan zegt die nieuwe generatie, dankjewel, hier kunnen we mee verder. En als het goed is, zegt die oudere generatie van, ja, zo gaat het ongeveer in het leven of met een bedrijf of in de politiek. Dus dat is getoetste ervaring, getoetste kennis. En dat gebeurt dus al echt miljoenen jaren en zo zijn we opgeschoten, want wetenschap, kunst, cultuur, wijsheid ontstaat op basis van de wat eerdere generaties hebben begrepen en aan wijsheid hebben ontwikkeld. Je staat altijd, wij ook, op de schouders van reuzen die ons zijn voorgegaan. Dus onderwijs in de meest elementaire zin, hè, van de oermensen al, maar ook wel zeggen in de middeleeuwen of ook in de 19e eeuw, is altijd in zekere zin per definitie traditioneel. Dat wil zeggen doorgeven. En daar komen natuurlijk dan wel weer nieuwe dingen bij. Die komen erbij. Nu naar het onderwijs, zoals dat in de moderne samenleving wordt vormgegeven. Hè, sinds de jaren 60 of zo zijn er dus mensen gekomen, onderwijskundigen in de eerste plaats, die zeggen, ja, dat is helemaal niet goed zo, dat onderwijs traditioneel. Dat moet vernieuwend zijn, dat moet innoverend zijn. Dat gaan we ook nieuw vormgeven. En daar hebben we trouwens ook prachtige nieuwe technieken voor. Dus weg van dat traditionele en in plaats daarvan iets nieuws. En dan krijg je dus nieuwe pedagogische programma's, en nieuwe vormen van lesgeven en ook nieuwe hulpmiddelen. Nou ben ik helemaal niet tegen dat nieuwe, maar wel als dat nieuwe betekent dat het in de plaats komt van het oude, of nog erger, dat oude vernietigt. En dat is dus een van die dilemma's in het moderne samenleving, niet alleen, maar ook in het moderne onderwijs. Wij zien nu onderwijsvormen, onderwijstechnieken en ook wel inhouden, onderwijsinhouden, gedachten, begrippen, die op gespannen voet staan met die traditie. Nou, en dat is natuurlijk een balanskwestie, dat is niet zo makkelijk. Ik zeg niet dat ik dat allemaal zo goed kan, maar als je dus uitsluitend zou willen vernieuwen met onderwijs, dan eindig je met het afschaffen van wat onderwijs ooit was. Ja, nee, helemaal waar. En ik zou er dan willen toevoegen dat een van de manieren waarop die overdracht van oudsher gebeurde, is door voordoen en nadoen. Mm. Dat is een voordoen, en dat heet nu modern weer directe instructie. Dus de leraar doet iets voor en de leerling doet iets na. En zelfs dat elementaire idee van voordoen en nadoen,
is in heel veel gevallen uit het onderwijs verdwenen. Voordoen, nadoen, meedoen. Hele belangrijke dingen. Gezamenlijk de tafels op zeggen. Daarvan werd gezegd in de jaren 60, maar je ziet ook al eerder. Hoor. Je kan al de eerste onderwijskritiek al in de 18e eeuw lezen. Ik bedoel, er lopen lijnen door de geschiedenis heen. Maar een van de bezwaren bijvoorbeeld, die in de jaren 60, jaren 70 is geformuleerd, is dat het uit je hoofd leren van tafels industrieel was. Dat was een industriële manier van leren. Dat hoorde bij de mechanica. Ja. Dat was eigenlijk niet de natuurlijke manier van leren. Marxistische leesgoede kritiek. De neo. Hè? Nee, ja, precies. Dus, ja, zou ik dan willen zeggen. En dan weer in een bepaald genre. Ja. Maar in ieder geval, wat men daarin heeft gemist, is dat internaliseren van die tafels heeft een enorm structurerend effect op ons brein. Het is ook een basis die je voor breuken nodig hebt, voor delen, voor alle rekenkundige operaties. Gewoon tafels kunnen, 6 keer 7, 42, weet je, gewoon pam, dat is helder. En dat leer je door te automatiseren. Precies. Dat is niet iets, dat kun je helemaal niet voor je zien. Dat is gewoon puur al die klanken gewoon met elkaar verbinden. Ja. En daarmee een soort getalsvertrouwdheid. Ja. Dat is oefening. Ja. Dus voordoen, nadoen, meedoen, oefening. Nou, dat doen we in het voetbal nog steeds. Dus dat is, en je zou zeggen, dit soort waarheden als een koe. En Gabriel kan er prachtige voorbeelden van geven, ook van deze, ook deels ook soms rituele benadering van onderwijs. Daar hebben we dus afstand van gedaan. En nogmaals, je hoeft niet alles bij het oude te laten. Maar nu bijvoorbeeld dat zelfontdekkend leren, waarin kinderen dan op de computer moeten gaan uitzoeken. Ja. Dat is toch te vergelijken met voetbal. Nou, hier heb je een bal, jongens. Ja. Hoe willen jullie gaan spelen? Ja. Nou, dat kan wel. Maar dan kom je misschien op iets heel anders uit dan voetbal. En dat is nu het hele punt. Terwijl als je dat voetbal in je vingers of in je voeten wil krijgen, dan moet je dus bepaalde oefeningen doen. Dan moet je de spelregels een beetje internet. En dat kan best op een speelse manier. Maar echt, als je er goed in wil worden, dan heb je dus oefening en training nodig. En dat geldt voor alle activiteiten die een mens doet. Het geldt ook voor als je een instrument wil spelen. Maar dat geldt evengoed als je wil leren rekenen. Dus het belang van oefening, van herhaling, van structuur, voordoen. Nou, dat is hele elementaire dingen. We hoeven dadelijk toch helemaal geen instrumenten meer te leren bespelen. Want dat doet ChatGPT dadelijk al. Nou ja, reken op mijn rekenmachientje. Dat is dus precies ook wat er is gebeurd. Hè? Dat werd gezegd. En dat zie je met name in de jaren 80 dan zijn intrede doen. Van joh, dat hoef je niet allemaal meer te internaliseren, want je kunt het opzoeken. En het hele punt is, en dat is ook al, dat bezwaar is al lang geleden geformuleerd, je kunt pas iets opzoeken wanneer je weet waar je het kunt vinden. Dus je moet al een soort oriëntatievermogen hebben. Dus dat het idee dat je niks meer uit je hoofd zou moeten leren, dat is een enorme misvatting. Uit je hoofd leren maakt het gewoon heel makkelijk om snel te schakelen. En geeft ook kinderen een enorme basis van vertrouwen. Dan geef ik Gabriel weer het woord. Wat ook heel interessant is, is bijvoorbeeld dat we nu in toenemende mate zien hoe leerprocessen ook echt een lichamelijke kant hebben. Dus dat opzeggen van die tafels, het feit dat je het uitspreekt, of het feit dat je bewegingen maakt, is heel belangrijk ook om het te onthouden. Ja. Dat we nu met al die concentratiestoornissen zitten, is ook omdat we dat denken veel te veel als een computer zijn gaan opvatten, als iets mentale processen, ontlijft. Ja. En ik denk dat ook gelukkig breinwetenschap nu ook wel laat zien, en ook dat kun je evolutionistisch ook heel goed begrijpen, dat juist beweging cruciaal is voor leerprocessen. Ik moet denken aan de school van de peripatetici natuurlijk, hoe Aristoteles ook lekker met zijn studenten door het oude Athene rondwandelde. En dat ze daar ook dat had dus ook zeker een didactische functie. Misschien kan ik me toch nog een keer even richten tot onze kijkers en te kijken. We hebben ruwweg geprobeerd, beste kijker, om op je vraag een beetje antwoord te geven, maar misschien is er nog wel een geïnteresseerde en benieuwde kijker die graag van de kennis van deze heren gebruik wil maken? Wouter, is er nog wat binnengekomen? Ja, in het kader van de ontlijving, een vraag van Mr. Muscle. Hi Ad, ik deel je kritiek over het onderwijs. Onder het mom van verandering begint bij jezelf. Hoe probeer jij als docent in de praktijk beter onderwijs te verzorgen?
Mr. Muscle, dank voor de vraag. Hoe probeert Ad als docent beter onderwijs te verzorgen? Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb, als Gabriel het heeft over traditie, laat ik één voorbeeld geven. Traditie heb ik van mijn filosofie docent op 18-jarige leeftijd. Ik heb het onlangs ook nog tegen Jelle verteld, Rob van Dijk. Maar die ging tekst lezen. En dat was voor mij een openbaring. En ik leerde ongelooflijk veel van gewoon het lezen van een tekst en het becommentariëren daarvan. Heel voorzichtig lezen. Ja, heel voorzichtig. Ook, hardop. Ja, hardop. Hardop en lezen. Samen. Ja. Samen, maar ook uitleggen, vragen stellen. Ja. Eigenlijk zo'n tekst echt uitdiepen. Ja. En wat betekent dit nu? En zeker als je Hegel leest. De meeste studenten die voor het eerst daar kennis mee maken, die hebben geen idee. Dus dat moet je voordoen. En het aardige was, je kunt ook terugkijken. Ik weet niet of die al gepubliceerd is trouwens. Mijn gesprek met Josephine de Vries. Die zei van, ja, maar ik kan nu gewoon een boek lezen. Ik ben daar niet meer bang voor. Ja, want ik heb het. Ja, ja, ja. En dat is. Dat verschijnt volgende week, dat gesprek. Ja, ja, dus dit is dan zeg maar één onderdeel van gewoon tekst lezen. Maar zo heb je natuurlijk allerlei werkvormen. En de een is hier goed in en de ander is daar goed in. Ik doe tekstlezen heel erg graag. Ook soort overzicht hoorcolleges. Ja. En daar probeer je vooral zo beeldend mogelijk. Voor mij is zeg maar de vertaling richting de ervaring. En de beleving. En is heel belangrijk. Dus dat teksten tot leven komen, dat gedachten tot leven komen. En dan loop ik ook heel vaak rond, overigens, als een peripateet. Ja. Maar daar moet ik het even bij laten, mooi, denk ik. Nou, ik zou jou graag diezelfde vraag stellen, Gabriel. Mr. Muscle. Ja, kijk, als ik college moet geven of als ik een lezing moet geven, maak ik er altijd een beetje theater van. Ik ga meestal staan. Stem. En ook natuurlijk je hoofd wel. Maar eigenlijk je hele leven. En zo ook trouwens de eerdere ervaringen. Het is niet alleen op dat moment, het is ook. Hè, je hebt natuurlijk wel eens vaker een lezing gegeven, die ervaringen doen mee. Dus dat is allemaal volop aanwezig. En het is voor de docent, dus in dit geval voor mij, een energetische zaak. Maar als het lukt, het lukt niet altijd, maar als het lukt, dan resoneert dat ook met de zaal. En dan merk je dat in die zaal iets gebeurt, wat niet van de orde is van 2 x 2 = 4 of zo, maar van de orde van dat men voelt waar het om gaat. Het is heel belangrijk, want dat is namelijk niet altijd duidelijk. Waar gaat het nu over? Ja. Dat kan een ervaring zijn, dat kan een aanschouwelijk zijn, dat kan een intuïtie zijn, dat kan een probleem zijn. Maar de vraag, bij een moeilijke tekst, waar gaat dit over, is essentieel. En ik heb dat zelf geleerd van, niet toevallig dat Hegel weer langskwam, van mijn leermeester Jan Hollak. Mm. Jan Hollak was een groot geleerde in Nijmegen. En we hadden daar college op vrijdagmiddag. En dan Hollak die gaf 2 uur lang college over één alinea van Hegel. En in het begin begreep ik er helemaal niets van. En ik heb mij toen de vraag gesteld, waar gaat dit over? En ik had er geen enkel idee bij. Maar die Hollak was van staal, zou ik maar zeggen. En die deed het ons voor. En ik leerde het op een gegeven moment nadoen. Nou, dus voor en nadoen, hè? Ja. Zie je het ook? Ja. Dezelfde idioom, dezelfde intonaties. En op een gegeven moment, ik zal niet zeggen het kwartje viel, maar ik kreeg er idee van, daar gaat het dus over. En Hollak heeft toen gezegd, en dat heb ik mij zeer aangetrokken, wat ik jullie leer is zelf nadenken. Dus als je mij navolgt, heb je er niets van begrepen. Zelf nadenken. Maar hoe leer je nou zelf nadenken? Ja, door in oog en oog te zijn met iemand die je voordoet wat dat is. Ja. Zelf nadenken. Ja. En dat doe je dus na. Lichamelijk, geestelijk, maar eigenlijk ook door het leven. Dus het is niet alleen beperkt tot die ene college zelf of lezing of zo. Nou, wat ik heel mooi vind en wil ik jullie nu inbrengen is onder andere dat je geconfronteerd wordt met eigenlijk een onnavolgbare tekst. Ik kom hier eigenlijk helemaal, kan ik hier geen wijs uit. En langzaamaan in de loop van zo'n college, aan de hand genomen door een leermeester, leer je zo'n tekst ontrafelen. En dat is een ongelooflijk voldoende ervaring. Om dan uiteindelijk te merken, je krijgt die tekst terug. En je merkt nu natuurlijk, dat is een beetje het bruggetje wat ik wilde maken, dat lezen moet steeds makkelijker worden. Lezen moeilijk vinden is eigenlijk niet goed. Ja, nee, maar dat is natuurlijk dodelijk. Ja. En even voor de duidelijkheid, kijk, je hebt natuurlijk allerlei leerstijlen. Hè? Ik was bij het afscheid van Frits van Oostrom. Het was recent. 2 weken geleden. En hij opende, toen hij terugblikte op zijn eigen carrière, of levensloop eigenlijk, met de woorden van zijn leermeester. En ik vond hem prachtig. De leraar is de methode.
En dat, zo heb ik het inderdaad ook wel eigenlijk aan mijn lijve ondervonden. Er wordt iets voorgedaan, maar uiteindelijk, en dat geldt natuurlijk voor allerlei disciplines, is het natuurlijk de bedoeling dat je daarin je eigen stijl ontwikkelt. Maar je moet wel mee op pad genomen worden. Wij hebben het nu beide even over filosofie, hè, maar zodra je het hebt over voetbal of je hebt het over metaal bewerken of je hebt het over timmeren, dan ziet dat er natuurlijk weer heel anders uit. Maar wat denk ik wel de gemene deler is, en dan herneem ik even wat Gabriel naar voren bracht, is, en dat is ook iets wat de computer nooit zal kunnen, hè? Namelijk dat die leerling of die student die ziet... Gabriel sprak over incarnatie, maar hoe zo'n vak, hoe zo'n discipline wordt belichaamd door iemand. Hoe dat eruit ziet. En dat iemand daar 10, 20, 30 jaar mee in de weer is geweest. En dat het nog steeds de moeite waard is om over die gekke Aristoteles, of over Hegel of over wie dan ook, om daarover na te denken. Ja. En die liefde... Ja, die is essentieel, want dat is wat moet gaan branden. Ja, dus dat ook wat ik wil zeggen, ja, filosofie is natuurlijk al paradoxaal, want het zijn eigenlijk liefdeslessen. Ja, dus filosofie is liefde voor de wijsheid. Ja, liefde voor de wijsheid. Dus wat is nou een inleiding in de filosofie? Ja, dat is dat je die liefde bij wil brengen. En dat is natuurlijk een kern van dat leraarschap. En dat geldt ook voor het voetbal, dat geldt ook voor vioolspelen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen ervan... van gaan houden, dat ze het mooi vinden en dat ze er moeite voor doen. Dat is idealitair. En voor de rest, als je natuurlijk op de lagere school bezig bent, ja, je kunt niet iedereen tevreden stemmen. Maar dan zit er hopelijk toch een leraar bij of een onderdeel waarbij leerlingen zeggen, ah, mooi, prachtig. Ja. En dat kan op allerlei manieren. Ja. En dat zie je inderdaad een AI niet snel doen. Maar laten we be careful what you wish for. Maar dit is inderdaad een mooi antwoord wel. Ik wil me even kort mijn verontschuldiging aanbieden. Ik zit een beetje te kuchen. Ik heb een jonge dochter die is recent weer teruggekomen van de kinderopvang met een of ander kriebelhoesje. Ik heb het nou overgenomen. Maar laat je niet afleiden. Misschien tussendoor. Nou, ik denk dat het leuk is, want wij moeten toch dadelijk ook weer toch al door. We zijn wat later begonnen, dus ik vind het wel leuk om onze kijkers nog iets langer vast te houden. Misschien me toch nog één keer tot de kelder te richten en te vragen... Is er nog een mooie vraag binnengekomen? Ja, nou, allereerst een vraag voor Gabriel. Zou u nog een biertje... Sorry. Oh, kijk Gabriel, je wordt hier op je wenken bediend. Ik heb de vraag niet gehoord. Zou je nog een biertje willen? Ja hoor. Hartelijk dank, kijker. Perfect. Goed dat je de barmannen hier ook een beetje scherp had. Yes. Nog een vraag van Grace Rebel. Iets concretere vraag. Kunnen beide heren een formeel stuk, /aanvraag, /verzoek tot onderzoek en dergelijke bij OCW-minister indienen, inclusief concrete tekortkomingen en mogelijke oplossingen in het onderwijs? Nou, ik ben al sinds 2006 daarmee in de weer in de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Dus ik raad... wat was de naam van de vraagsteller? Grace Rebel. Grace Rebel. Een vaste kijker van dit kanaal. Ja, Grace. Ik laat Grace graag weten dat ze moeten even kijken op de site Beter Onderwijs Nederland. We hebben over van alles al contact met het ministerie, inclusief natuurlijk recent ook de hele discussie rond de verengelsing waar we vanaf 2015 mee in de weer zijn. En wat langzaam begint dat kwartje nu te vallen. Dus Grace... kijk daar eens. Niet zo heel lang geleden hebben jullie ook een brief aan de minister aangeboden, dacht ik toch? Ja. Nee, vaker. Ja, precies, ja. In de loop der tijd. Maar ook de banden zijn, voor zover ik het begrijp, ook weer enigszins aangehecht nu tussen Bonn en het ministerie van Onderwijs. Ja, dus dat klopt. Het vorige kabinet was een stuk minder toeschietelijk in dat opzicht. Daar had ik een slechte verhouding mee. Maar met huidige bewindslieden hebben we een goede verstandhouding. Ik heb beide ook al gesproken. En, leuk. Je ziet het, Wiersma vind ik ook enorm zijn best doen. En als je kijkt naar de laatste brief, nu toch ook van Dijkgraaf rond
internationalisering en taal. Ja, lijkt het er toch wel op dat hij ook vindt dat dit is echt te ver is doorgeschoten. Ja. Dus, ja. En mensen die geïnteresseerd zijn, we hebben ook namens en met Bon op dit kanaal regelmatig gesprekken georganiseerd. Dus geïnteresseerden, ja. Wij zullen ook even wat linkjes in de gesprekken, in de beschrijving onder dit gesprek zetten. En dan kunnen mensen daar nog even naar terugkijken, want het gaat er regelmatig over. Het is een thema dat hard, Ad en Gabriel natuurlijk na aan het hart gaat. Dus, maar ik denk dat Gabriel ook nog wel een brief wil schrijven. Ja. Ja? Idealiter, hè? Een brandbrief. Ik wil best brieven schrijven, maar ik heb slechte ervaringen met instanties met zoals OCW, NWO en dat soort dingen. Want ik heb natuurlijk in het verleden ook wel eens geprobeerd onderzoek daar te doen. En mijn ervaring is dat dat er nooit doorkomt. Mm. Omdat ik altijd vragen stel die passen niet in de hokjes die men klaar heeft liggen. En als je dan krijg je dus gewoon geen geld of je krijgt een C. Hè. Dus de moeilijke vragen die gaan over het geheel of over wat ingewikkelde dingen, die komen niet door de... Door de sluis daar. Dus ja. ik ben daar, laat ik zeggen, niet genegen om daar heel veel energie in te stoppen. Maar wat ik wel interessant vind, en dat is ook, wat Ad zegt, sluit daarop aan. Soms tref je wel eens iemand, dat kan een staatssecretaris zijn of een directeur, of iemand die als persoon toch in de gaten heeft dat het inderdaad om iets gaat. En die dan buiten de procedures die zijn klaargelegd, bereid is om daar... of wat geld of wat tijd aan te besteden. En dat werkt vaak beter. En dan komen we terug op wat we net hadden. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het echte leven, in dit geval in het politieke leven, het publieke leven, zijn personen vaak veel belangrijker dan procedures. En wij zetten altijd de procedures in. Bij onderzoeksaanvragen, bij onderwijsinrichting en ook bij beoordelingen. Terwijl het is allemaal mensenwerk. Hè? Dus overdracht van kennis, maar ook... het inbrengen van onderzoeksvoorstellen, het werven van steun voor een bepaald idee wat een beetje dwars is, gaat nooit lukken als je dat zonder personen of met een procedure, dat moet persoonlijk gedaan worden. Dus daar ben ik eigenlijk meer toegenegen dan het indienen van een onderzoeksvoorstel. En precies om die reden hebben wij de filosofische school opgericht. Dat is precies de brug. Daardoor hebben we toch ook wel behoorlijke netwerken gekregen. We merken dat lichaam een en ander ook wel weerklank vindt. En... Zo proberen we ook wel, laten we zeggen, het schip een klein beetje van koers te laten veranderen. Ja, precies. En dat heeft allemaal te maken met die toch persoonlijke contacten. Ja. Mag ik dan nog, naar aanleiding van de discussie die we net hadden. De leraar is de methode. Ja, en al die ervaring die in die man of vrouw zit, die 30 jaar, die kilometers, veel meer dan 10.000 uur, hè, die beroemde 10.000 uur is een fractie van wat nodig is. Maar goed, dat is dus daar aanwezig. Wat je dan ook hebt, en dat is een tweede lijn, ik had net gezegd van, iedereen moet natuurlijk gelijk behandeld worden, gelijkwaardig, dat is waar, en het is goed dat onderwijs voor gedemocratiseerd is, maar, kom ik bij mijn tweede bezwaar, dat betekent niet dat de verschillen die er zijn, in de hiërarchische verschillen, tussen iemand die veel weet en iemand die weinig weet, of iemand die hele ingewikkelde dingen kan uitleggen en iemand die het simpel kan uitleggen, of iemand die prachtige kunst maakt en iemand die maar een beetje aanklooit. Met andere woorden, in die persoon en in die overdracht zit ook een kwaliteitsvraagstuk. En een van de moderne zonden is, naar mijn smaak, dat verschil in kwaliteit ontkend wordt. Alsof dat allemaal maar uitwisselbaar is. En alsof je het allemaal maar kunt opzoeken. Net kwam het internet langs. En het is waar, om op het internet iets te zoeken moet je al wat weten. Maar nog veel belangrijker is dat als je op het internet iets zoekt, dat je de hiërarchie begrijpt van hoe dat dus geordend is. Dat wil zeggen, wat is nou een gezaghebbende auteur? Of wat is een tekst die echt heel belangrijk is en wat zijn tekst die minder belangrijk is? Welke gegevens zijn betrouwbaar en welke gegevens zijn niet betrouwbaar? Ja. Dus het hiërarchisch denken, dat is natuurlijk een zonde in de moderne samenleving, maar het hiërarchisch denken hoort bij cultuur. Alles wat in cultuur van belang is, kunst, onderwijs, maar ook wijsheid, is hiërarchisch geordend. Dat wil zeggen, dat is een verticaal gegeven. Er zijn mensen die er heel veel van in huis hebben en mensen die er minder van in huis hebben. En als het goed is, gaan de mensen die er minder van in huis hebben in de leer bij de mensen die er meer van in huis hebben. En onderwijs is daar eigenlijk... Ja, daar is onderwijs voor. Ja. Ik zei het al. Ja. Maar dat is dus eigenlijk ook in de moderne vormgeving wordt dat miskend. En ik vind dat daarom behalve de traditie ook er een zekere herwaardering moet plaatsvinden voor hiërarchie. Precies, ja.
Ja, sluit helemaal aan bij de gezagscrisis. Nee, maar dit is natuurlijk de bredere culturele ontwikkeling. Dus die, ik benadruk altijd die verticale dimensie. Ja. En dat zit ook al in woorden als opvoeden. Hè? Opvoeden, opgroeien, opleiden. Dus je gaat naar boven. Ja. En dus gezag heeft ook met een zekere hiërarchie te maken. En dat is wat anders dan alleen maar macht. Hè? We hebben heel veel ook machtsverhoudingen. Ja, maar ik denk dat het is een mooi Nederlands woord, dat gezag. Dat laat zich ook niet zomaar vertalen. Sterker nog, eigenlijk hebben ze het niet. Zelfs de Duitsers hebben het niet. Dus het is een exclusief Nederlands woord. En het is er echt onderscheiden van autoriteit. Ja. Je kunt, er klinkt iets door. Er klinkt hier ook een recht van spreken in door. Er klinkt om met Aristoteles te spreken ook logos in door, hè, reden. Ja. Hè, maar daarmee ook naar luisteren, hè, en spreken. En dat is de trainer die iets zegt, dat is de leraar die iets zegt, maar dat is ook de politicus die iets zegt. Hè, of wordt het nietszeggend? En die hiërarchie heeft dus te maken met, ja, je kan zeggen, de volheid van spreken en ook het recht van spreken. En dus ik sluit me daar helemaal bij aan. Hè. En ik denk ook dat wanneer dat ontbreekt, dan wordt ook het leren richtingloos. Hè. Dus je, het is niet voor niets dat we in de sport onze idolen hebben. Ja, waarom? Omdat die het heel goed kunnen. Mm. En die kunnen iets voordoen en dat wil je nadoen, dat wil je nabootsen. En daarmee hebben zij een zeker recht van spreken. Ja, precies omdat ze kundig en ervaren zijn. En dat is een hiërarchische verhouding. En zo kun je ook naar jezelf kijken. En als je dat niet meer doet, als je dat niet meer leert, ook als jongere, dan heb je eigenlijk ook geen richting voor dat wat je zelf aan het doen bent. En dat verklaart denk ik ook voor een deel toch het gevoel van richtingloosheid, wat je op dit moment heel veel ziet. En dat is een bredere culturele problematiek. Maar die zie je ook heel uitdrukkelijk in het onderwijs. En dan wordt het echt de vraag van, ja, wat moet je ze dan leren? Nou, het is niet zo moeilijk wanneer je een traditie inderdaad hebt. Ze zeggen, god, Duits, ja, wat moet je ze nou leren? Nou ja, het is allemaal niet zo moeilijk. Ja. Dat ze Duits leren spreken, dat ze Duits leren schrijven. Wat houdt dat in? Nou, dat. Maar als je dat dus allemaal loslaat, ja, dan wordt het heel vaag. En dat is wel een situatie waar we in zitten. Dat is ook heel de ontwikkeling van competenties, de 21st century skills, allemaal formaliteiten. En eigenlijk het verdwijnen van vakinhoud, substantiële eigenlijk onderwijsinhouden. Precies. Dus ik zou zeggen, als jij je herkent in het mooie verhaal van Ad, en wat eerder Gabriel ook voor Duit in het zakje heeft gedaan, kom dan zeker 9 juni naar Ars Emule in Leiden. Meld je alvast aan via de link hier in de beschrijving. Of stuur even een mailtje naar redactie@denieuwewereld.tv. Dan zien we jou daar heel graag om je... Laat je wat gezeggen door deze twee gezagsdragende heren, die toch decennia van hun leven ook hebben besteed aan het bezighouden met deze thematieken. Ik heb zelf in elk geval ook inderdaad hier en daar mee mogen snoepen van de leergang. Het is daadwerkelijk ongelooflijk interessant. Dus ik zou zeggen, mensen, kom vooral even kijken, op zijn minst, om even wat vragen te stellen als je geïnteresseerd bent. Ja, maar kijk eerst even, want het is wel een investering, hè, in allerlei opzichten. Dus dat is ook wel belangrijk. Daar moet je wel inderdaad van bewust zijn. Dat gezegd hebbende, willen we alleen nog even iets zeggen over... Juist, 1 juli. 1 juli, daar gaan wij pas komende zondag officieel de aankondiging van doen. Maar de kijkers die nu zitten te kijken, jullie hebben de primeur. Want op 1 juli is het tijd voor de tweede nacht van de nieuwe wereld. Waar we het ook weer gaan hebben over Ad's boek Gezagscrisis. En de avond staat ook in het teken van dat thema gezagscrisis. Maar ditmaal nodigen we jullie ook van harte uit om deel te nemen aan het gesprek. We gaan ook een mooie grote gedeelde tafel organiseren waar jullie zelf je perspectieven kunnen inbrengen. En daarover in gesprek kunnen gaan met genodigde gasten zoals onder andere Ewald Engelen. Natuurlijk zijn onze eigen anchors allemaal daar van de partij. En er komen nog wat surprise guests waarschijnlijk. Dus ik zou zeggen, bestel zeker een kaartje. Vanaf komende zondag gaat de website live en kan je dus ook een kaartje bestellen. Leuk is ook dat als je een kaartje bestelt via onze website, dan krijg je dus daar ook een kopietje van Ad's boek Gezagscrisis met korting bij. Dus wees er als de kippen bij, want zolang de voorraad strekt, zou ik zeggen. Wij zijn natuurlijk ook
afhankelijk van jullie steun. De kijkers van dit format die weten dat ik daar altijd op het eind nog even gewacht van maak. Wij hebben een eigen petje af. Je kan je abonneren op ons kanaal voor een bedrag van 5 of 10 euro per maand. Je kan patroon of schutspatroon worden van DNW. En dan niet alleen reclamevrij kijken naar al onze mooie gesprekken. Maar krijg je dus ook korting op evenementen zoals dat op 1 juli. En allemaal andere leuke extraatjes. Ik zou zeggen, draag je ons een warm hart toe en vind je het leuk om te kijken naar deze gesprekken. Kijk dan ook vooral even naar onze petje af. Dan gaan we voor nu nog één keer proosten en dan zeggen we... Ja, zeker. En laten we niet vergeten, 1 juli wordt natuurlijk ook echt breed ingezet. Hè? Dus we nemen ook echt de grote thema's komen voorbij. Of het nou de modellering is, de stikstof, komt allemaal, allemaal voorbij. Inderdaad, vaste kijkers van ons kanaal zullen veel... een feest van erkenning zal het zijn. En hopelijk zien we jullie daar allemaal terug. Voor nu, heren, proost. Oké, okay, volgende keer. Proost.